In 2012 was er hier in Het Lang in Enschede-Zuid een festiviteit om te vieren dat woningcorporatie Domein zou gaan starten met een zeer intensief renovatietraject. Bestaande woningen met energielabel E zouden gaan naar A++. We zijn er super trots op dat we niet alleen de woningen zomaar renoveren, maar zoals het heel mooi op het bord staat, van energielabel E naar energielabel A++. En dat is nogal wat. Kijk, als je nieuw gaat bouwen, dan kun je alles opnieuw verzinnen. Maar op het moment dat je gaat renoveren, dan steken we nogal onze nek uit. Passiefhuis wil dus eigenlijk zeggen dat het huis door de energie die de mensen in het huis zelf afgeven, dat wordt ook weer opgenomen in het huis. Alles in één woord wordt gewoon zuiniger. Je ziet in heel Nederland wel een beetje verschuiving van niet alleen de huur is belangrijk of mijn hypotheek, maar de energielasten naar de toekomst toe, die dreigen de pan uit te gaan reizen. En wat wij als corporatie willen, van ja, we zijn er toch voor de doelgroep die over het algemeen weinig middelen hebben, van hoe borg je nou dat de woonlasten, dus de huur en de energielasten, op een acceptabel niveau blijven. Dat doen we hier meer dan gemiddeld. En nu, in oktober 2013, zijn we hier opnieuw. We kijken samen met de bewoners en met de woningcorporatie naar het hele traject. Is het goed verlopen? En wat is het resultaat? Complimenten voor het domein die lef toont, ook bestuurlijk lef heeft, om ook die energiezuinige woningen, die passieve woningen, te bouwen. Ik geloof dat de teneur nu duidelijk stijgend is naar meer en meer tevredenheid. Dat mensen zich na de acclimatisatie wel degelijk realiseren dat ze in een bijzondere woning zijn gekomen te zitten. Ik ben oud-bewoonster van de Sipploebring. Daar heb ik 34 jaar gewoond. En ik kon deze in eerste instantie als wisselwoning krijgen, maar het beviel me zo goed dat ik er dus permanent ben gaan wonen. Het belangrijkste verschil in deze woning is, als het hier tocht, dan doe ik het zelf. Maar dan zet ik de ramen tegen elkaar los. En daar hoefde ik niks los te zetten, dan tocht het sowieso al. Het was voor de bewoners een heel lastig traject, denk ik. Omdat we in eerste instantie aan hadden gegeven dat we zouden renoveren in bewoonde toestand. En als je nou kijkt hoe we hier met deze bewoners op de bank zitten, dan is dat wel iets om trots op te zijn, denk ik. Dat is super. Ja.